Yo, je bent Knoop de Kier en vandaag zijn we terug met een nieuwe Sims 4 aflevering, dames en heren. Hartstikke leuk. Ik zou niet eens meer weten welke aflevering we zitten, maar het gaat lekker. Lekker wat gegeten, vrouw ligt in bed, alles is kapot, dus deze gast die gaat maar eens even wat de boel repareren hier, hoor. We hebben niet echt een andere keus, maar wat ook heel leuk is, Freek Einstein is bijna jarig. Freek wordt jarig. Freek is jarig, eigenlijk. En dan wordt hij volwassen, dus dat is niet leuk. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij, weet je wel. Je hoort ook gewoon een beetje dat te hebben. Weet je wel, vervangen? Ik doe gewoon een noodreparatiedienst in uur, hoor. En voor deze ook. Ja hoor, kom. Ja, kom op, doe maar. Komt hij daar ook wel voor? Oké, dweilen. Even een beetje de boel opruimen en gebruiken. Freek, familieverlof. Oké, kan ik dan ook echt op verlof gaan of werk ik gewoon weer door zoals ik altijd doe? Hey, bedankt hè. €107. Het is weer gezellig. Bedankt. Voelt weer goed om dat kwijt te zijn. Haal die plukjes haar opruimen. Ik word er helemaal gek van. Katten zijn verschrikkelijk. In het echt zijn katten veel minder erg. Ik meen het. Ik heb het dan net schoongemaakt. Oh ja, dan pleur ik het wat daar neer. Gaat hij naar bed? Ai, ai, ai. Nou, die gozer maakt geen plezier meer. Het is helemaal verschrikkelijk, mijn leven. Nou, dan komt zij weer uit bed. Wat heeft zij dan weer? Zij moet weer poepen, natuurlijk. Nou, gaan we weer even lekker poepen, jij. En zij moet weer eten. Zij heeft echt ook verschijnselen, jongen. Dat wil je niet weten. Bakken. Nou, maak jij maar... Oh nee, dat vind ik weer te veel van het goede. Koken. Lekkere tosti. Gaan we een lekkere tosti eten, jongen. Enkele maaltijd. Zo, die heeft even lekker lopen kak hier ook. Nou, na het tosti eten mag ze eens mee leren het potje te gaan of schoonmaken. Echt waar, jongen. Die Esmee die rent ook nog als een heupelkleutje door. Die moet even naar het potje gaan. Op het potje gaan. Hoppatee. Ga jij maar weer lopen kakken daar zo. Oh man, het is echt één groot kakverstein hier. En ik krijg het kind gewoon niet schoon. Dat is het erger eraan. Maar goed, die vrouw is zometeen redelijk fit. En dan gaan we eens even dat kind een beetje aandacht geven. Want dat komt anders niet goed. Een drankje geven. Zo, die blaas die moet leeg van dat kind. Die gaat leeg nu? Ah, gelukkig. Nou, dan moet het kind ook nog een beetje plezier hebben, hè. Dus met speelgoed spelen. Zo, dan komt die moeder aan. Die zegt, ja, jij zit altijd in de stront. Oké, kind gaat eerst even mee spelen. Gebeurt niet. Kind rolt op de grond. Die speelt er wel mee. Heeft ze nu meer plezier? Ja, we gaan jou in bad doen. In bad. Ik zei in bad, niet in bed. Nee. Oh, is het helemaal moe opeens? Ja, het heeft ook echt honger. Oké, nou, ik wil zo meteen dat je haar eten gaat geven. Nee, dat kan er niet. Nou, dan gaat ze zomaar even weer poepen. En dit schoonmaken. Nee, schoonmaken. Sorry. Ja. En nu? Lekker die boel schoonmaken hier. Ja hoor. En dan maak je je eigen pot ook nog even schoon. Ja, maak maar schoon. Nee, schoonmaken, sorry. Trek het even verkeerde. Ga maar lekker alleen naar je werk. Zo, dat is ook weer schoon. Kijk, het huis begint langzaam schoon te raken. Oh nee, die kat heeft die kotziekte weer. Oh. Kan iemand een kat... Ik laat het kat ook gewoon lekker doodgaan. Ja, ik ben er peesat. Ongemakkelijk. Ja, word je het gek dat je ongemakkelijk wordt hier met al die kolooikatten. Oh wacht, ze zitten nu bij elkaar. Oh, yeah, I get you now. I get you now, bro. Yeah.
Zo. Heerlijk. Let op. Dwijlen. Ga jij maar eens even lekker dwijlen. Zo. Dit wordt zoveel plezier hebben, jongens. Heerlijk. Let op. Ah, fantastisch. Twee katten zitten daar opgesloten. Fantastisch. Nou, mag ik zo meteen nog even opruimen. De kind is ook bijna wakker, denk ik. Nee, nog niet. We moeten wel een beetje op de kind letten, want een kind is echt aan plezier toe. Het duurt lang voordat zo'n kind een keer blij is, maar die moet echt eten hebben, dus... Nou, slaap nog maar heel even door. Ja, wacht. Oké, wakker worden. Oef, dat kind is echt verschrikkelijk. Eten geven. Kom aan, waar kan ik nou? Ik kan toch wel een kind gewoon even eten geven? Eten geven. Ja, hè. Nou, dan ga ik. Hoi, bla. De geest van Vivian kwijnt weg. Ken ik niet. Oh, lust dat kind dit weer geniet. Ai, ai, ai. Meer keuze. Oh, wat voor eten wil je nou dan? Oh, dat is goed. Uitlaten. Zo. Nee, de kind heeft nog steeds honger. Ai, ai, ai. Hoe lang kan dit allemaal zo gaan gaan? Nou, haal hem even uit. Zo. En dan ga ik je nou weer eten geven. Want het staat er weer niet bij. Dan ga ik je even eerst in bad doen. Ja. Zij kind in bad. Dit schoonmaken nu. Ja. Zij wordt gewoon niet schoon. Is dit een glitch, jongens? Of doe ik echt iets verkeerds? Ik doe denk ik echt iets verkeerds, maar ik weet het niet wat. Ja, ik ben niet zo slim, dus dat is het probleem. Oké. En dan eten aan S meegeven. Wat vindt zij lekker? Kipnuggets. Ah, oh, man, als je kipnuggets niet lekker vindt, dan weet ik het ook niet meer. Oké, ik heb totaal geen energie meer. Hou het vol. Ja. Oké, wacht maar even wakker. Oké, wacht. Die kerel is ook klaar, dus die kan nu haar. Is mij hier neerzetten. Kom op. Ja, kom maar. Doe maar. Ze hebben gewoon totaal geen plezier meer in hun leven. Zie je dat? Ga jij maar even film kijken, jongen. Super kotus. Oké, dat is goed. Ik zit echt af en toe te kijken van hoe werkt de Sims wel. Hey, dit kind, die moet plezier hebben. Nou, en slapen. En eten. Gaat helemaal fout. Nou, die klote katten die zitten daar lekker opgesloten. Nice, hebben we niet meer last van. Wordt zo flauw van die beesten. Nou, laten ze maar lekker daar doodgaan. Zo, nou, die vrouw die gaat even erheen. Maar die moet wel bijna, denk ik... Oh, dit is niet best. Ja, ze moet hierna mag ze lekker gaan spelen of zo. Maar ze moet het nodig weer eten. Ik ben alleen maar bezig met haar kind eten geven. Kan ik haar ook nog even wat... Vraag om baby te voelen of zo. Misschien is dat leuk. Samen een beetje zijn. Ah, wat leuk. Nou, zitten we ook nog een keer te lullen met z'n tweeën. Freek is ouder geworden. Oh nee, hè. Ook dat nog. Nou, Freek. Ik zou zeggen, begin lekker een badje. Oké, dat kind is weer wakker. Dat kind moet echt eten. Ik wil niet dat het kind doodgaat. Eten geven. Okay. Eten geven. Kom op. Ja, kom op. Eten geven, dat kind. Ja, kom maar. Yes, optillen. Vreten. Ja, oké. Dat kind eet. Dan kan ik zelf ook even wat eten. Fruitsalade, hartstikke lekker. Oh, ik ben alleen maar bezig met eten en dingen. Dat is een zware taak heb ik hier aan. En dat kind zit maar weer te zeiken.
En ze uit gewoon zorgen dat je snel wat eten geeft voordat ze afgenomen wordt. Ik geef haar eten! Dat is het probleem. Wat wil je dan? Ja, doe dat straks maar. Ja, zij is weer aan het bevallen. Dan hebben we er nog een kind bij. Wat? Hoe kan ik nou... Nee, ze moet eten. Gaat goed, toch? Het gaat goed. Het gaat goed. Kipnuggets eten. Ja, eet de kipnuggets maar op. Eet dit maar even op. Oké, perfect. Ja. Nice, kom op. Ga ermee door. Ja, goed zo, hè. Hij doet een keer wat ik wil. Wat is het, hé? Niet te geloven. Nou, zij gaat even pissen. En dan wil ik dat ik dat kind wakker maken. Want dat kind moet eten. Dat kind gaat bijna dood. Oh, nee, heeft net gegeten. Oké, oh. Sorry, kind. Maar jij moet eventjes met speelgoed spelen. Zo. Kan zij meespelen? Nee, hoeft niet niks te kopen. Oké, nou, die maken deze nog even heel veel plezier na heel lang, gelukkig. Ja, die krijgt een baby, die pest er weer eentje uit. Het is weer een meisje, jongens. We hebben weer een meisje erbij. Het is niet te geloven. We doen de letter B. Ah, Brit. Oké, Brit Einstein. Zo, Brit Einstein hebben we erbij. Ik noem hem altijd gewoon een letter en dan verzinnen we vanzelf de naam. Nou, nog meer ellende hebben we nu. En... Nog meer ellende hebben we nu in de familie. Oei. Ik ga echt helemaal kapot nu. Even kijken, wat moet dit kind nog? Slapen, ga maar slapen. Ja, ik ben al weg. Oh man, het leven zit niet meer mee, man. En dan heb ik nog een kind. Nou, dat gaat wel worden. Die mensen die dutten gewoon de hele tijd. Die denken, oh, ik zie niet meer zitten in mijn leven. Even kijken, kunnen ze nog wat doen met z'n tweeën? F.O. ja. Oh nee, wacht even. Nee, ik kan niet meer. F.O. ja, kom maar. Nee, dat wordt ook niks. Ik ga maar gewoon naar de pispot. Ga maar gewoon naar de pispot, joh. Laat me zitten. Ja, ik zie het al. Jullie hebben er geen zin in. Wat doet de Sims nu? Come on, ik verwacht een actie. Hier, nu gaan ze opeens lopen. En dan, soms heb je dat. Hier, dan staat hij voor de wc. Ik zeg toch, gebruik de wc. You can do it, brother. You can do it. Ja, je bent net naar de wc geweest. Zo, oké. Nou, die is weer verschoond. Ga er maar even een beetje mee wiegen. Ook dat begint weer blij. En dan ga ik zelf pitten. Zo, nou, dan zien we die niet meer terug voorlopig. Deze heeft alles bagger. Dus dat is helemaal top. Gewoon even alles net een beetje bagger. Nou, doe maar dit maken. Zo. Culinair koken. Dan heb je misschien nog een beetje plezier bij. Als je het leuk vindt. Ah, is het niet echt... Landgraafstroom heeft elektriciteit. Oh, moeten we ook nog weer betalen. Oh, het is zo'n drama met deze vrouw. Dit is echt de grootste drama vrouw die ik ooit heb gezien in mijn leven. Nou, eet alsjeblieft dat helemaal op. Oh nee, ze gaat gewoon niet eens meer door. Ze gaat gewoon liggen. We gaan dan echt slapen. Waar is die vent dan voor mij? Oh, die zijn zijn werk. Zonder energie. Nou, die gaat ook dood. Die sterft ook vandaag. Echt, alles is in de war. Ik denk, ik ga een hele familie beginnen, maar dit wordt helemaal niks. Oh, nee, hè. Nou.
Alsjeblieft, ga dan even schoon in die luien nu. Ja. Ik kom eraan. Ah. Ja, ja, we gaan je even borstvoeding geven. Zo, borstvoeding erin. Dat kind slaapt nog steeds, dus dat is mooi. Oké. Nou, zij is echt vooral heel vrolijk. Zij wil eten. Alleen maar mensen zijn verdrietig en ongelukkig bij mij. Het is helemaal drama, maar ja. Hé, ik wil vreten. Ja, kom maar, dan ga ik jou vreten geven. Nee, we gaan eerst stilstaan en dan zet ik jou weer neer. Waarom doet niet gewoon dit poppetje wat hij moet doen? Ai, 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 mijn leven zit echt niet meer mee. Nou, ik heb die luien, ga ik nu verschonen? Mag ik je luien verschonen? Ja, mag ik? Ja, oké. Nou, geef dat kind alsjeblieft eten. Bedankt. Oh, Freek is ook weer thuis. We hebben in ieder geval wat geld in het laadje. Echt waar, kinderen. Jullie gaan hard werken voor de cent hier, want ik wil dat terugverdienen. Huisdier heeft je hulp nodig. Nou, veel plezier. Jullie gaan maar lekker dood allebei. Nou, kan dit kind nog wat meer aandacht krijgen? Drankje geven. Appelsap. Oké, en dan doen we hem opvleuren. Meer keuzes. En dan peuterzorg. In bad doen. Life is good, ja? Oké, dat is perfect zo. Waarom gaan mijn lampen niet aan? Vind ik ook wel weer knap. Er gebeuren altijd weer dingen dat ik denk van in mijn huis, van wat gaat er nou allemaal aan? Wat is er allemaal aan de hand, jongens? Dit is verschrikkelijk hier. Waar is dat kind nu weer? Een stinkkind. Ja, sorry, je hebt je hele jeugd niet kunnen schoon worden. Ja, je hele jeugd stink je gewoon helemaal kapot. Zij maakt helemaal geen plezier, dus ga even lekker een filmpje kijken of zo. Ze wil niks. Ze wil helemaal niks. Je kunt er gewoon even een film kijken met, ja, naar zender kijken. Ik kan helemaal niks. Vieze luiven schonen weer. Ai, ai, ai. Gekke bekken trekken. Oh, ik kan alleen maar opruimen. Eten. Eetje eten. Eetje eten. Eetje eten. Eetje eten. Eetje eten, please. Oeh, dit is echt depressief gewoon. Oh. Ja, voeden. Ja, ja, ja. Oh. Nou, dat kind, die heeft echt de lol van het leven, dus dat is leuk. Ga maar met Slompie spelen. Slompie het kakklompie. Die moeder, die moet die kind een keer even opvoeden, maar dat doet ze niet. Ja, het is goed zo met je honger. Het is goed zo. Kom op, go. Help het kind. Ah, oké, gelukkig. Nou, ruim even dat haar op. Ja, dan heeft de volgende kind natuurlijk weer aandacht nodig. Oké, nou die leeg meteen alles. Dat is leuk. Ga maar slapen. Het is gewoon weer klaar. Dat kind moet maar zien. Veel plezier. Ai, 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 wat is er aan de hand? En dan moet ik zo meteen weer pissen. Ja hoor. Oké, wacht. De vader. Zo, die moet ze even heel hard kakken dit. Rennen. Oké. Nou, de lampen doen het weer. Snelle maaltijd eten. Even dierencrackers eten. En dan moet jij even plezier maken. Ik kan geen film kijken meer. Dat ding is kapot. Kan hier dan gemaakt worden, niet? Brit is bijna jarig. Oh, yes. Thank the Lord. Thank the Lord. Oh. Dat stinkkind wordt bijna groot. Kan ze zelf douchen. Ai, ai, ai. Ja, ja, kom maar. Ah, blijf maar janken. Even gek backtrekken dan. Hai, haha, goody, goody, goody. Even kijken hoor, meer keuzes. Liefde. Kindje proberen te maken.
Gaan jullie me even catchen met z'n tweeën? Kijk, daar gaat het plezier in ieder geval van beide weer omhoog. Hoppatee. Best way to make fun. Real life en ook in de Sims. Kijk, dan is dat balkje in ieder geval weer helemaal goed. En die kinderen kunnen me dan een zorg zijn. Repareren. Nu kun je dat zelf wel. Oeh, dat kind moet eten. Wacht even. Laat maar. Eten geven. Kan ik ook niet gewoon normaal eten geven, jongens? Gewoon eten geven? Ja. Kom maar, we gaan jou even vreten geven weer. Meest verschrikkelijke kind ooit. Hier, eet maar. Groene shit. Eet het kind het wel op of niet? Ja, oké. Nice. Oké, nou, wat jij nu gaat doen is dit kind in bad stoppen. Meer keuzes. In bubbelbad doen. Ja hoor. Kom maar, in bubbelbad. Ja, ja, kijk eens aan. Het is in bed. Cleo is ouder geworden. Waar is Cleo? Oh, dat is een kat. Nou, dat is je laatste dag hier, jochie. Alleen maar stront. En ze mogen elkaar niet. Heerlijk. Is toch geweldig dit. Energie had ze niet. Nee, oké. Dan moet ze gewoon ook pitten ook. Dat is dan niet anders. Hij gaat weer naar het werk. Het leven is keide kak, hè. Ja, Vree gaat lekker werken. Nou, zijn die katten nog niet dood? Alsjeblieft, laat die katten doodgaan. Mijn honger. Zij heeft weer honger natuurlijk, ja. Het zal weer niet zo zijn. Oh nee, hij is toch niet ook alweer kapot? Reparatiediensten inhuren bedoel ik gewoon. Doe maar even. En dan even deze borstvoeding geven. Zo. Even gekke bek trekken en dan... Dat kan ook niet. Dit kan ook niet. Ik kan gewoon niet eten nu, of wel? Ah ja, etjes. Ik kan etjes eten. Kom op, eet etjes. Ja hoor, lekker etjes eten. Gezond en altijd goed voor je om wat te eten. De kakkind zit daar nog steeds. Daar heb ik ook niks aan. Ga maar even dweilen dan. En dan opruimen. Dat is ook belangrijk, een beetje opruimen. Man... Het gaat maar door dit ook, hè. We kunnen niks ermee doen. Nou, de kinderen zijn wel bijna groot. Daar gaat het eigenlijk nu even allemaal een beetje om. Als we maar gewoon wat kinderen hebben, dan is het goed, weet je wel. Is ze nou weer zwanger of lijkt dat nou zo? Kan ik nou niks over oordelen, maar... Kan zo zijn dat het weer zwanger is. Maar dat is op zich niet erg. We zijn het nu al gewend, al die kakkinderen natuurlijk. Cleo wordt uit huis geplaatst door een medewerker. Mooi. Haal maar op. Zo. Doei. Doei, Cleo. Zo, Cleo is weg. Opruimen. Niet zo verdrietig zijn. Gewoon een beetje de boel opruimen. Een beetje je werk doen. Legen. Ja, oké. In de vaat wassen. Oh, nou, kan ook met de hand. Nou, is ook weer geleegd. Is toch weer even fantastisch allemaal, jongens. Hè? Een mooi leven hebben we hier even. Kunnen kind al... Nee, kind slaapt nog. Wat is dit eigenlijk? Koffie zetten, 8 euro. Elektriciteit is afgesloten, vandaar. Oh, ik kan de rekening niet betalen. Oké, Ja, is goed, we komen eraan. Oké, we moeten eventjes wat dingen besparen, jongens. Oké. En nu moeten we weer gaan leven. En dan moeten we die rekeningen maar gaan betalen. Oh, nee hè. Ja, even het kind helpen. Nou, hij heeft weer geld verdiend. Het wordt tijd dat die mensen hier gaan werken in de familie, want... we're poor. Nou, dat was onze barbecue. Kun je heel stoer een dubbele badkamer hebben, maar... Het werkt allemaal niet. Ik ga nou gewoon lekker slapen, meis, hè. Ga nou gewoon lekker liggen.
Slaap lekker uit. Die vent is thuis. Die voelt zich prima. Nadat hij een bad heeft genomen. Dat kakkind. Alsjeblieft, mag die wakker worden zo? Nou, even de tijd iets doorspoelen nog. Nou, het kind slaapt nog. Dus dat is goed. Hoezo is dat kind nou verdrietig? Oké, wacht. Ik ga dus nu dit kind, hè. Dit gaat nu wakker worden. Let op. Dan pak ik die gozer hier. Ja, dat ene kind is wakker. Nou. Ja, even sussen. Ja, kom op. Ja, oké, het is stil. Nice. Dit kind. Die gaan wij even kijken. Meer keuzes. Peuterzorg. Luier verschonen. Kom op, doen. Niks anders doen, gewoon. Aha, ik denk dat ik al weet wat we mislopen hier. We moeten een commode hebben of zo. We doen dat verkeerd. Ja, ik ben ook geen kinderkenner natuurlijk, hè. Dus, kinderspeelgoed. Kindermeubels. Tafel voor in de hoek. Een potje. Ik zie echt niks, hoor. We hebben een potje. Een oefenpotje. Dit is een verfijnd potje. Een bed. Ik zal wel weer wat over het hoofd zien. Kinderverwondering. Een boekenkast met bijna alles kan zijn. Oké. Okay. Jan's vingerhoedje. Ik zet hem wel neer. Ik wil niet weten wat het is. Ik kan een kind niet verschonen. Helaas, laat me lekker in bad liggen, joh. Dan hebben we dat andere kind weer. Ai, ai, ai. Opfleuren. Oké, die slaapt nu. Nu kunnen we alle aandacht aan jou geven, klein kind. Overdag praten. Oké, meer keuzes, peuterzorg. Een bubbelbad doen. Hier, kom maar, gaan we in bubbelbad. Gaan we in bubbelbad, ja. Atse flats, in bad. Ja, je zou zeggen dat het kind nu schoon moet worden, maar dat... Oh, het is schoon. Ik heb iets gedaan dat met de onderbroek verschonen of zo, dat helpt. Nou, maak er nu even lekker plezier mee, dat is goed. Het enige wat hij nog even moet hebben zometeen is... Meer keuzes, eten geven, poeh, ja. Hé. Ik ga echt nooit een kinderen beginnen mee, man. Ik word hier zo moe van. Ja, alleen maar huilen. Het is niet te geloven, het is niet te geloven. Het huilt alleen maar. Ik stop met de Sims voor vandaag. Ik moet ook zeggen, ik ben al heel lang bezig met de Sims, hoor. Dus ik word zelf ook moe. Het is al heel laat in de avond. Nou, die kat is er nog steeds. En ik gun hem daar zijn plekje. Nou, zij is zwanger, want ze zit weer te kotsen. Dus we weten weer genoeg. Er komt nog een kind aan. Lege bord schoonmaken. Hartstikke mooi. Hoppa. Nou, het ziet er allemaal niet plezierig uit. Maar ik weet zeker, als straks alles goed is... dan komt alles gewoon goed voor de bakker. Weet je wel? Nu is het nog even lastig. We hebben 3 kinderen. Als de kinderen straks groot zijn, dan komt alles, gaat alles veel beter. Worden er professional in. Gaan we een bedrijf starten. En dan zetten we ouder worden even uit of zo. En dan cash, money en fish sticks. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken als je het leuk vond. Doe het duimpje dan keihard omhoog. Ik ga nog even jankende baby's luier verschonen. En voeden. Gewoon borstvoeding geven. Hartstikke leuk. We hebben er allemaal heel veel zin in. Ik zie jullie snel weer. Vergeet niet te abonneren. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen als je merchandise wil. Link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo yo. Yo yo.